PvdA ging vandaag op Valentijnsbezoek bij verschillende woonzorgcentra. Commissielid Jacqueline van den Berg bracht koekjes, chocolaatjes en een grote bos rozen langs. Onder andere het sterrenwiel kreeg deze rozen overhandigd. Wij doen dat niet alleen omdat het nu verkiezing is. We hebben het al een aantal keren gedaan. En dat doen we iedere keer met Valentijn. We hebben het ook bij ondernemers gedaan. En bij scholen. Zodat iedere keer weer een andere groep van ons lekkers en rozen krijgt. En Valentijnsdag is natuurlijk de perfecte dag om dit te doen. Het is een mooi moment om te laten zien dat wat mensen doen, dat je dat waardeert.